Alex Pastoor, heeft die lekkere zegen in Zwolle nog een beetje nageëchoed de afgelopen dagen? Of was het al snel ook weer over tot de orde van de dag? Nou, in het begin van de week wel. Maar zeker na de vrije dag van gisteren ben ik hem eigenlijk al zo goed als vergeten. Jij en ook spelers met wie ik in de voorbereiding sprak, benadrukten steeds heel duidelijk dat jullie bezig zijn met een plan. Hè? En dat winst of verlies daar niet in eerste instantie het belangrijkste is. Toch lijkt het me wel lekker als zo snel in het seizoen dat plan al tot een overwinning leidt. Ja, ik wil toch de nuance even op zijn plaats brengen. Is dat het gaat allemaal om punten halen. En tijdens dat punten halen proberen we gewoon... Ja, elke keer, elke wedstrijd, elke week wat beter te worden. Het is wel zo dat een uitslag, dat heeft geen enkele invloed op het proces. Dus als we vinden dat we beter gevoetbald hebben, dan zijn we daar tevreden mee. Als dat niet zo is, dan zijn we er ontevreden mee. Ook als dat wel eens een overwinning oplevert. Ja, en een overwinning, dat geeft nou eenmaal een uitstekend gevoel. Een gevoel van zelfvertrouwen. En ik hoop dat dat ook... in de hoofden van de spelers oplevert dat ze daadwerkelijk beter worden. Over dat beter worden gesproken, het resultaat tegen Zwolle was overduidelijk beter dan tegen Ajax. Gaat jullie voetbal in jouw ogen ook danig vooruit? Kijk, Ajax is toch op een bepaalde manier sterker dan PEC Zwolle. Dus dat betekent dat je aandeel in de wedstrijd daarin zelf wat kleiner is aan de bal. Aan de andere kant, we vonden ook dat we dat tekort hebben gedaan en dat er eigenlijk gewoon kans was op veel meer. Ook veel meer dan door iedereen voor mogelijk werd gehouden, ook na de wedstrijd. Ik vind wel dat we voetballend meer gebracht hebben en verdedigend was het eigenlijk gelijkwaardig aan datgene wat we tegen Ajax lieten zien. Dus we zijn vooruit gegaan. Ben jij een trainer die spelers beloont? Nou, dat doet de boekhouder hier. Laat ik het anders vragen dan. Spelers die een goede prestatie leveren op het veld, krijgen die dan de kans om dat een week later wederom te doen? Niet per definitie. Nee, op het moment dat er op het trainingsveld geen vervolg aan wordt gegeven, dan... dan val je af. Dan val je eigenlijk ook harder af dan dat je daarvoor misschien wel zou afvallen. Als je goed kunt spelen, dan verwachten we dat dat ook weer de volgende ondergrens is. En dat je dag in dag uit hard werkt om dat niveau weer te overstijgen. Zodat je het uiteindelijk blijvend kan overstijgen. Nou, op het moment dat mensen daar niet hard aan werken, dan vallen ze ook weer af. Ja. Om het iets concreter te maken, Stijn Spierings maakte... net als anderen, een goede indruk in Zwolle. Betekent dan ook dat hij in de ploeg blijft? Over de opstelling, daar doe ik nooit mededelingen over. Dus dan kan je vragen, heeft hij dan hard genoeg gewerkt deze week naar je zin, et cetera, et cetera. De spelers die hier inmiddels werken en ook langer dan een maand, die weten precies wat er van ze verlangd wordt. En daarin worden we dagelijks echt verheugd, nooit teleurgesteld. Ajax, of tegen Ajax en tegen PEC Zwolle kregen jullie wat ruimte. Met name in de tweede helft profiteerden jullie daar tegen PEC Zwolle erg goed voor van. Tegen Go Ahead Eagles zou je verwachten dat die ruimte minder wordt. Verwacht je ook een hele andere wedstrijd tegen Go Ahead Eagles? Ja, dat zal een andere wedstrijd zijn. Ik bedoel, het is een andere tegenstander. Tegen PEC speelden we uit, nu spelen we thuis. Voor hun geldt het andersom. Je kunt wel uitgaan van dingen die je verwacht. Maar je kunt beter op allerhande dingen gaan rekenen die er zouden kunnen gebeuren. Dus het zou twee kanten op kunnen. En daar rekenen we mee. En wat het dan wordt, dat is aan ons om dat zo snel mogelijk te herkennen. Maar ook om daar goed mee om te gaan. Je hoort er natuurlijk, het is een belangrijke wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Ook een promovendus, een ploeg waarmee jullie waarschijnlijk de strijd aan moeten gaan. Ook voor die handhaving. Kun je daar dan nog iets mee? Nee, helemaal niets. Nee, vooral de opmerkingen van als je van PEC kunt winnen met 0-3, dan moet dit ook een eitje zijn. Dat zijn dat soort insteken, dat soort attitudes, die moeten we toch wel mijden als de pest of erger.
Het is in de afgelopen weken ook een beetje medisch centrum West geweest hier met spelers die blessures hadden, al dan niet konden meedoen, op de terugweg zijn. In de aanval met name ook. Hè. Je zei, er was weinig te puzzelen, want ik had niet zo heel veel spelers beschikbaar. Nee. Dat puzzelen kan nu wel beginnen. Het is begonnen inmiddels. Ja, gelukkig, want daar is het om te doen. En wat dat betreft ja, hebben we vanmorgen nog eens besproken dat er twee geweldige voorbeelden zijn in dat opzicht. Loris Bronjo en Kenny Dougal. Mensen die in de eerste 3-4 weken toch even op hun beurt moesten wachten. Ja, al wat er gebeurde. Maar die mensen die zijn gewoon spijkerhard aan het werk gegaan. En die zijn inmiddels na 8 weken werken echt een klasse beter dan dat ze vorig jaar al waren. En zie waar dat toe geleid heeft. Dus dat is echt wat we willen. Zeer professioneel. En mooi dat in het geval van Bronjo, we bespraken vorige week al, dat zich op dat moment ook kan vertalen in bepaalde dingen. Goed spel en ook nog eens doelpunten. Ja. Daar wordt een trainer blij van, kan ik me voorstellen. Ja, ik bedoel, die concurrentie, die hebben dat al aan het einde van het vorige seizoen al besproken. Ja, dat kan ook voor deze of gene betekenen dat ze een andere plek zullen innemen, letterlijk, dan in het kampioensjaar. Nou, en zij zijn het lichtende voorbeeld van wat concurrentie dan met je doet. Nog even de tegenstander, Go Ahead Eagles. Wat kun je zeggen over die ploeg? Ja, niet zoveel. Ik zeg vooral wat over Sparta. En Hans de Koning zal wat over Go Ahead Eagles vertellen. Ja. Ik kan me voorstellen ook dat je kijkt wat je tegenover je hebt in dat opzicht. Stel je dan bijvoorbeeld in op een fysieke tegenstander of ga je echt in dat opzicht altijd uit van je eigen spel en je eigen kwaliteiten? Nou, allebei wel, want kijk, als de tegenstander de bal heeft, dan moet je ook je plan klaar hebben en je aanpassing maken. Ja, het is bekend dat je dat zo min mogelijk wil doen, maar als je helemaal niks doet, dan kon je ook wel eens bedrogen uitkomen. Dus vandaar dat je je tegenstander goed in kaart hebt. Die hebben we 2 keer zien spelen live, daar zijn we op voorbereid. Het belangrijkste is altijd jezelf, want op het moment dat we goed kunnen zijn, dan maken we een uitstekende kans om de wedstrijd te domineren. En als we dat doen, maken we weer een uitstekende kans op een overwinning.